I conjure thee, O circle of power, that thou beest a meeting place of love, joy, and truth, a shield against all wickedness and evil, a boundary between the world of men and the realms of the mighty ones, a ramp and protection that thou preserve and contain the power that we shall raise within thee before I bless thee and consecrate thee in the most powerful names of Canena en Aradia. Bij het wisselen van de seizoenen en als de maan vol is, komen ze samen op een geheime plek. Ze noemen zich heksen. Hun religie heet Wicca. Hera, een Noorse, en Argisha, een Vlaming, leiden samen een Wicca-groep. Die groepen worden covens genoemd. Ye lords of the watchtowers of the east. And lord of the element air, I do summon, stir, and call thee up to witness our right and guard the circle. Wat de mensen voornamelijk in de Wicca aantrekt, zijn een aantal elementen, zoals het feit dat... En die combineren natuurlijk die drie in zich, het ecologische, het vrouwelijke en het godinnelijke. En die drie elementen, denk ik, dat spreekt de mensen aan. Daar voelen ze zich door aangesproken. Heksen komen samen in groep onder leiding van een hoge priesteres en een hoge priester. Maar wat is hun functie? De functie, wij geven, niet alleen ik, maar mijn hoge priester, wij geven opleiding aan de mensen. We wijden ze in. We vieren met hun de Espads en de Sabbats, de achtjaarfeesten. We komen bij elkaar, we doen wandelingen in de natuur, zoals ook vandaag. Wij wisselen heel veel informatie uit, steunen elkaar. We zijn brothers and sisters in the craft, eigenlijk. Dan gaan we eerst wat energie opwekken in de cirkel. Wicca is een religie en Nederland slaat toe om daar een onderscheid te maken tussen godsdienst en religie. Dat zijn eigenlijk twee verschillende begrippen. Omdat een godsdienst, daar stel je in dienst van een god. Wat vaak betekent ook dat je als het ware jezelf vernedert en over de grond kruipt en opkijkt naar die god. In een religie is het belangrijke woord religare, de verbinding tot stand brengen met. Wij proberen een verbinding tot stand te brengen met de wereld van de goden. En natuurlijk sluit dat een element verering niet uit. Integendeel, wij vereren ongetwijfeld de godin. Maar de sfeer waarin dat gebeurt is anders. De moderne hekserij gaat terug op voorchristelijke religies uit Europa. Onze voorouders, die boeren waren, hadden een eenvoudig geloof dat gebaseerd was op het ritme van zaaien en oogsten. En zoals de menselijke voortplanting afhankelijk is van een man en een vrouw, zo dachten ze dat de vruchtbaarheid van de natuur geschonken was door de god en de godin. De wijze mannen en vrouwen van het dorp beoefenden een eenvoudige volkse magie. Ze gebruikten kruiden en spreuken. Hun kunde was de wisecraft, de kunst der wijzen. De Antwerpenaar Garon is een moderne stadsmens die de oude traditie weer heeft opgenomen. Hij werkt al jaren als heks alleen. Wat belangrijk is in de Wicca voor mij, dat is dat ik in de Wicca het evenwicht gevonden heb tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke. Tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Iets wat ik vroeger altijd erg gemist heb toen mijn godsdienst heel overwegend patriarchaal was. Godin van de aarde en van de volle maan. Alles wat ik kan bedenken, wat in en rond mij leeft, is uw wezen dat ik bemin. In de Wicca heb je een oer
kracht die we niet kunnen benoemen, maar die we dan uitdrukken in de God en de Godin. Dus eigenlijk de God en de Godin zijn uitdrukkingen van de mens, zijn uitdrukkingen van iets wat reëel bestaat, maar wat we als mens niet zouden kunnen grijpen of vormen. Zoals de meeste heksen hecht Charon veel belang aan de godin. Meestal wordt ze vereerd in de drie stadia van de maan. Wassend, vol en afnemend. Die stadia staan voor de maagd als vrije vrouw, de moeder en de wijze oude vrouw. Ik heb een huisaltaar. Het is een plaats waar ik dus ook mediteer, waar ik de rituelen doe. En het is voor mij dus ook een symbool van een blijvende aanwezigheid. De rituelen worden skijklaat uitgevoerd omdat dat, zoals het in de charge staat, je zijt vrij. En ten teken dat je werkelijk vrij bent, zult je rituelen naakt uitvoeren. Maar het is voor mij ook heel praktisch, aangezien ik gewoonlijk hier in de kamer op een kleine ruimte zit. En als daar vuur en kaarsen zijn en je doet dat met de gewaad aan, zit je heel vlug met kleine ongelukken of met grote ongelukken. Dus ik voel me veel vrijer ook. Skijklat. Het is je ademt de lucht in langs met heel je lichaam, je voelt het vuur. Er zijn dingen, gewaarwordingen die je niet hebt wanneer je kleren aan hebt. Heksenrituelen worden vaak naakt uitgevoerd. Skijklat heet dat, in lucht gekleed, een oeroude traditie. Heksen houden hun rituelen graag in de natuur. Zo ook deze shamanen in de Ardennen. De moderne heidenen of paganisten zoeken vaak oude heiligdommen op, zoals deze neolithische site in Wery. Dolmen, hunebedden, megalieten, oude heilige bronnen of bomen verbinden hen met de voorchristelijke religies. Shamanen, druïden en heksen hebben één ding gemeen. De aarde en de hele kosmos is voor hen heilig. Alle drie baseren ze zich op oude animistische tradities om in contact te komen met het bovennatuurlijke. De coven van Fixeimus in Mol gebruikt de Keltische en Germaanse mythologie als uitgangspunt voor de rituelen. Fixeimus is kruidenspecialist en noemt zich erfheks. De kennis van kruiden leerde hij van zijn grootmoeder. Hij noemt zich een hagadessa, een heggerijder. Hagadessa, dat kan je stellen als zijnde iemand die op een grens leeft en toeft. Langs de ene kant kan je perfect in de menselijke leefwereld rondlopen en de functies doen die iedereen doet. En langs de andere kant toch ook een stuk thuis zijn in de meer elfische, magische wereld. En ook daar zich goed voelen en in zichzelf daar een harmonie in zoeken. Fixeimus geeft ook voordrachten over hekserij. Hier legt hij aan kinderen uit dat de boze heks uit de sprookjes een verzinsel is. Heksen vliegen ook niet echt op bezems. Om te vliegen gebruiken ze vliegzalven. De echte heksenzalven, dat noemt men ook vliegzalven. En als je daar helemaal mee insmeert, dat zijn van bepaalde planten. Ik denk van de wolfsmelkachtigen en de nachtschadigen. Dat zijn zo twee grote groepen families van planten. Dan krijg je zo het idee, je zit hier en ineens heb je het zo, als die zelf goed begint te werken, een soort drug zullen we zeggen, dan ineens heb je het idee dat je ergens elders bent. Een vorm van op twee plaatsen tegelijk zijn, bilocatie. En men had altijd wel een element nodig om mee te kunnen vliegen. En dat kon een gaffel